60 heren junioren staan klaar voor de ETU Junior Cup in Tournai op 30 april 2011. In totaal zouden uit 12 verschillende landen deelnemers aan dit evenement meedoen. De start van 750 meter zwemmen. En het is, zoals we kunnen zien, een waterstart. Dat zorgt altijd voor wat meer slag tijdens het zwemonderdeel. De kunst is om daar zo snel mogelijk uit te komen. Maar dat zal zeker niet voor alle atleten lukken, zoals we hier op de beelden kunnen zien. Na 750 meter krijgen we de Belg Thomas Jurgens als eerste terug naar het zwemmen. De eerste Nederlander komt dan op een rond de 16e plaats. Hier met de oranje badmuts is het Marco Akershoek. Hier krijgen we Jeffrey Reinders uit het water als tweede Nederlander. Marvin Idema met de rode badmuts. Olivier Nas met de blauwe hier. Kars IJsink komt het water uit en hier ook Olivier Jeffers. Het is de Belg Thomas Jurgens die als eerste de 200 meter lopen naar de wissel heeft afgelegd. Maar we zien hem hier ook in het gezelschap van onder andere de Zuid-Afrikaan Wian Sulwald. In het groene pakje hier links in beeld. Een goede triatleet. Die we zeker nog tegen het einde van de wedstrijd voorin zullen gaan zien. Dan krijgen we hier de eerste Nederlander. En dat is Marco Akershoek. Dan krijgen we de achtervolgende Nederlanders binnen. Akershoek is vertrokken. Hier met Olivier Nas en Marvin Idema. Jeffrey Reinders is dan ook al in de wissel. En Reinders zien we hier met de fiets vertrekken, gelijk met Nas. En ook Idema is nu weg. Olivier Scheffers hier. Het zwemonderdeel is niet zijn sterkste kant. Maar hij heeft duidelijk de aansluiting nog met de groep van andere atleten. Dan krijgen we, dit is de eerste ronde. En dan hebben we een kopgroep van een man of 12 waarin nog geen Nederlander zit. Die zit wel in de tweede groep. En met Marco Akershoek als enigste Nederlander hierin. De eerste en de tweede groep zouden uiteindelijk bij elkaar komen. De volgende groep, daar zitten in Olivier Nas, Marvin Idema en hier ook Jeffrey Reinders, Olivier Scheffers en aan het eindje ook Kars IJsink. IJsink die slim meelift achter in de groep. Een grote kopgroep is er dus ontstaan met alleen Marco Akershoek in deze kopgroep. En deze groep zien we na 20 kilometer fietsen terugkomen. En hier is Marco Akershoek. Dan zien we al het verschil met voor in de groep wisselen of achter in de groep wisselen. Marco Akershoek is vertrokken voor de 5 kilometer lopen. We hadden een heel contingent Belgen in de tweede groep. Maar hierbij dus ook de Nederlanders. Met Marvin Idema, Olivier Nas. Maar ook Kars IJsink zit nog in deze groep.
Op de achtergrond zien we IJsink vertrekken. En ook Marvin Idema. En ook Olivier Nas zijn vertrokken voor de 5 kilometer afsluitend looponderdeel. Het is de Italiaan Matthias Steinwatter. Die ruim de leiding heeft genomen. Dan krijgen we een achtervolgende groep. Met daarin de Zuid-Afrikaan Wian Soenwald. Ook met Kirill Uvarov, de Kazachstaan. Hier Kars IJsink, op dit moment de beste Nederlander in de wedstrijd. Bij Marco Akershoek loopt het niet echt soepel. Olivier Nas. De winst in de ETU Junior Cup van Tournai 2011 gaat naar de Italiaan Matthias Steinwatter. In 57 minuten precies. Een tweede plaats is er voor de Zuid-Afrikaan Wian Soenwald op 13 seconden van Steinwatter. De Kazachstaan Kirill Uvarov complementeert het podium op de derde plaats. Een mooie 15e plaats is er voor Kars IJsink, die een slimme race beloont met de beste Nederlander in deze wedstrijd. Marvin Idema wordt 32e. En Olivier Nas wordt 38ste.